是我的国，家是我的家。Voor deze Chinese Hollanders was het afgelopen zondag een spannende dag. Ze deden namelijk mee aan The Voice of China. Precies hetzelfde programma als de Nederlandse Voice, maar dan met nog meer kijkers. In China kijken maar liefst 200 miljoen mensen naar het populaire zangprogramma. Mijn moederland is toch China en daar kom ik ook best wel vaak. En Chinees praat ik ook altijd thuis, dus ik vind het gewoon leuk om Chinees te zingen. Want het geeft me echt een gevoel dat ik echt weer in China ben. En dat, ja, dat vrolijk me op, zeg maar. Auditie doen in het Chinees is best moeilijk, want het is een lastige taal. Als je zeg maar iets fout uitspreekt, dan wordt het een heel ander woord, zeg maar. Je hebt bijvoorbeeld shi en si. Si betekent vier en shi betekent zijn, zeg maar. Ik ben niet zo heel erg sterk in Mandarijns, dus... Maar ja. Maar had je, kijk, ik versta het natuurlijk niet, maar had je net een accent toen je zong? Ik denk toch wel een beetje hoor. Ik denk dat de jury mensen wel echt wel kunnen horen. 24 mei horen de kandidaten of ze door zijn naar de volgende ronde. Ik kan moeilijk concluderen dat ik wel doorga of niet doorga. Nou, laten we het hopen. Ja, ik hoop het. Nieuwsgierig geworden? Kijk op de Basta Hive hoe de live shows er in China aan toe gaan.